hebben van der Looy het ene puntje wat je nog nodig had is binnengekomen. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel, jij ook. Ja nee, blij natuurlijk uh, dat je uiteindelijk de doelstelling hebt gehaald in de Eredivisie te blijven. Uh, daar gingen we voor. Dat als je uh, eerste jaar terugkomt, uh, is dat uh, denk ik het maximale wat je, wat je als doelstelling neer moet leggen. Dat hebben we gedaan en dat ging met ups and downs, uh, en downs. Maar uiteindelijk denk ik na 34 wedstrijden sta je gewoon op de plek waar je hoort te staan. Uh, en, en verdien je wat je... Waar je ook staat. Dus ik denk dat het ook dik verdient is dat we gewoon in de Eredivisie staan en blijven. Je bent binnengehaald tijdens de winterstop als de man die Herakles in de Eredivisie moest houden. Het is gelukt. Dan moet je blij om zijn. Jawel, ik ben daar wel blij om. Uh, zeker. En vooral voor iedereen hier binnen de club. En, uh... Alleen uh, er zit toch ook wel een beetje gemengde gevoelens bij, als ik heel eerlijk ben. Want we stonden natuurlijk een aantal weken geleden uh, er heel erg goed voor. En we hebben best een lastige einde gehad. Daarna heeft iedere club natuurlijk zijn, en ieder team zijn ups en downs. Maar ik vond de, de down iets te diep eigenlijk. En dat vind ik wel jammer. Dus het is wel uh, meteen weer uh, voor volgend jaar een, een uitdaging om, om stabieler te worden met elkaar. En, maar ik denk aan de andere kant dat dit niet het moment is om het daar met elkaar over te hebben. Laten we ervan genieten. En uh, je hebt gezien. De blijdschap en ik denk ook wel voor een groot deel opluchting uh, bij het publiek. En ik hoop ook dat een, uh, een heel diep trauma een beetje verdwenen is uh, bij mensen. Hè, wat, wat er natuurlijk twee jaar geleden is gebeurd. Dat we nu hebben gezien dat het ook anders af kan lopen. Dus dat je van het positieve uit moet gaan. Want als je negatief bent, dan heeft het ook zijn weerslag op hoe je gaat voetballen, denk ik. En dan zal je... Ik zag het laatste kwartier dat Herakles eigenlijk met 0-0 wel tevreden was. Ja, dat is, dat is een beetje jammer aan de ene kant. Want je, maar je ziet dat zo'n wedstrijd uh, zo, uh, zo, zo verloopt en, en uh, uitloopt. En dat zag je ook wel een beetje bij de tegenstander die geen druk meer ging zetten. En dan krijg je een beetje dat op twee gedachten hinken. Een paar spelers in het veld Die wilden nog heel graag naar voren. Maar een paar jongens die dachten ook van laten we hem gewoon met 0-0 over de streep trekken. Ja, uiteindelijk uh, laat ik het zo zeggen, moeten we uh, er in de komende jaren naartoe dat we niet uh, meer van dit soort wedstrijden hoeven te spelen op het laatst van de competitie. Maar dat we net even iets stabieler worden als club, als team. En uh, de buiten wat eerder binnen hebben. Uiteindelijk gaat het om het seizoensresultaat. Ja, dat snap ik. Dus dat is, dat is oké. Okay. Dus dat is ook. Uh... Maar ja, je bent ook trainer. En ik ben altijd wel, ja, ook wel kritisch naar mezelf en naar het team en uh, waar ik verantwoordelijk voor ben. En, uh, maar nogmaals, het gaat om het resultaat. Het gaat erom dat Iraklis volgend jaar Eredivisie speelt. Dat is super belangrijk. En, uh, alleen je wil ook al wel weer graag volgend jaar wel weer een stapje maken, natuurlijk. Dat, zo werkt het ook. Met uh, veel wissels in die tweede helft heb je nog geprobeerd om wat recht te zetten? Ja, zeker. Ik vond ook wel uh, een aantal jongens die speelden. Die die, Daar dat zag je wel dat het een beetje leeg liep en dat de energie er een beetje uit was. Is ook absoluut niet raar. Uh, en we hebben wat jongens gebracht, ook wat jonge jongens. die, uh, ja, die weer energie geven, die ook wat met het publiek doen. Nou, je hebt natuurlijk met Diego gezien uh, hoe de reactie was. Dus dat is alleen maar mooi. Een wedstrijd die niet goed was, maar een wedstrijd. Waarvan het publiek toch genieten kon van weer Ja, zeker. Nou, ik denk dat je. Ik had het niet beter kunnen zeggen dan wat jij nu zegt. Ruben Roosken, van harte gefeliciteerd met het behoud van het schap, Maar ook van harte gefeliciteerd met jouw goede prestatie vandaag. Ja, dankjewel. Het was, uh, het was lekker om weer 90 minuten te spelen. Eerst ja. eerste, elf, uh, eerste elf ging goed: een aantal kansen. Jammer dat het niet beloond was. Maar uh, ja, het was gewoon lekker vandaag. Het was een wedstrijd die eigenlijk op het scherpste van de snede werd gespeeld, want ook Fortuna wou er wel op? Uh, ja, eerste helft merkte je wel dat we er allebei op waren en de tweede helft, ja, merkte je een beetje dat het, uh, dat het wel goed was van allebei de kanten. Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Uh, ik vond de eerste helft, vond ik, uh, ja, eerste helft vond ik wel redelijk goed van ons. Volgende duels, hun ook. Ja, wat, soort, wat ik net zei, de tweede helft stak uh, het een beetje in. En, ja, is het belletjes van beide kanten. De trainer probeert dan door middel van wissels nog wat uh, te bewerkstelligen. Want natuurlijk zou het fantastisch zijn als je zo'n laatste wedstrijd in winst kunt opzetten. Ik wil ook heel graag winnen en ik denk de wis sommige wissels die erin kwamen ook wel. Maar uh, ja, het balletje werd achterin heel rustig rondgespeeld. En ik zei ook van, breng die bal gewoon uh, naar voren. We hebben, in principe hebben we niks te verliezen. Maar uh, volgens mij dachten we daar anders over. Ja, een kwartier voor tijd toen uh, leek het erop dat uh, van nou, dat wordt een salon ja, ja dat, is, nou goed, uh, dat zeg je goed, ja. <laughs> Jouw samenwerking met Opperkart, die is fantastisch. Ja, helaas, uh, helaas hebben we niet heel vaak samen gespeeld. Maar uh, ja, dat, we zijn een beetje dezelfde types. En ik denk dat je ons twee ook gewoon om kan wisselen qua positie. Maar uh, ja, we voelen elkaar wel prima aan. Ja, Fred is ook een hele goede voetballer. Super snel. Dus uh, ja, jammer dat het nu al uh, einde seizoen is eigenlijk. Ja, volgend jaar zit er niet meer bij. En jij bent er nog wel bij. Uh, dat zou kunnen dat ik erbij ben, ja, dat weten we nog niet. Vertel. Ja, ik heb nog één jaar. Uh, de club wil graag dat ik verleng. Uh, ik heb gezegd, daar ga ik over nadenken. Maar uh, ja, ik zit er nu drie jaar. Op een gegeven moment denk je ook van ik wil ook een stapje maken. Hier en daar is wel wat interesse, dus uh, daar ga ik nu rustig over nadenken. Wij willen niet zonder jou. Nou, dat is mooi. Dan, ga ik, dan neem ik mee in mijn beslissing dan. <laughs> Nou, dat zal wel niet, maar ja goed, als het dus de, com de competitie zo dermate verloopt zoals de afgelopen competitie, dan denk ik dat je daar niet zo blij mee bent. Uh, wat, wat betreft jouw inzet? Uh, nee, dat klopt. Maar ja, uiteindelijk ben je gewoon voetballer, wil je gewoon alles spelen. Ik heb dit seizoen een paar ups en downs gehad, maar uh, weet je, ik ben hier nu drie jaar, dit voelt gewoon als mijn club. En uh, ik wil het ook gewoon graag een heel seizoen in de Eredivisie laten zien. Dus ja, dat zijn gewoon afweging, afwegingen die ik, uh, die ik moet maken. Dus ik ga er rustig over nadenken en dan uh, zien we wel waar het schip staat. Ik feliciteer je nogmaals van harte met het behoud van het Eerdivisie En volgend jaar, de weer flink tegenaan. Jazeker, dat is de enige manier volgens mij hier.